Het is zaterdagmorgen en ik loop hier heel vroeg in Vlaardingen door de Broekpolder heen. Want ik ben op weg naar de grootste speeltuin, de grootste hondenspeeltuin in Nederland. Die wordt vandaag om 10 uur feestelijk geopend. Nou, ik heb geen honden bij me, maar ik heb wel een kraampje vol met allemaal spulletjes met Mr. Podenco producten. En ik ben er net al geweest. Het is echt waanzinnig groot. Het is echt spectaculair. Ik had al helemaal bedacht hoe mijn twee heren daar doorheen zouden jumpen, springen en rennen. Dus ja, ik ga jullie meenemen. Inmiddels loop ik het terrein op en het is echt ontzettend groot. Ruim 2,5 hectare grond verdeeld over verschillende ruimtes. De ruimte hier voor is speciaal voor honden met die andere wensen hebben. Als het gaat om socialiseren of die een trauma hebben. Dus dit kan je apart afhuren van de algemene speeltuin. Hiervoor is de grote speeltuin. En dat is ook weer onderverdeeld in een puppyren. Over enkele ogenblikken is de opening met de wethouder. En het is inmiddels echt hartstikke druk. Dus ik ga jullie even meenemen. En bedenk je, het is pas 10 uur. Dus het belooft een mooie dag te worden. Bij de opening van de hondenspeeltuin. Nou, na 2,5 jaar is het ons gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Met behulp van de gemeente. Die zal ook heel dankbaar zijn. Hij gaat vaak daarheen waarschijnlijk. Hij volgt me wel. Zoals jullie zien is het officieel geopend en dat belooft een mooie dag te worden. Er zijn echt wel ontzettend veel honden, groot en klein. Maar er zijn ook heel veel mensen zonder hond die eigenlijk gewoon toch even hun steun komen betuigen en de volgende keer de hond meenemen. Dus er zijn vandaag heel veel demonstraties en workshops, andere activiteiten. Ik ga kijken of ik tijd heb om dat ook aan jullie te tonen. Tijdens deze feestelijke openingen zijn er ook allerlei demonstraties, zoals een eendenshow. Dan ga ik jullie even laten zien hoe dat eruit ziet. Ik ben heel blij dat mijn honden er niet bij zijn, want die zouden nu over het hekje heen gaan. Tijdens deze feestelijke opening zijn er ook allerlei leuke steentjes en kraampjes aanwezig van verschillende organisaties. En ik ga even jullie meenemen langs deze steentjes. We beginnen hier bij het eerste steentje en dat is eigenlijk van de hondenspeeltuin zelf. En ook de gekke geiten zijn aanwezig en die hebben allemaal super toffe handgemaakte producten. Er is een gedragsdeskundige aanwezig voor advies over honden- en kattengedrag. Er zijn homemade cookies. Ook de dierenambulance is aanwezig van de organisatie Stichting Dierennoodhulp West-Nederland. Druk gewerkt. Pets Place is aanwezig. Iedereen die hier komt, die mag een goodiebag mee naar huis nemen. Nou, natuurlijk mijn eigen kraam is de Podenco. Waar ik even mijn vriendin gestald heb. En ook hier allemaal prachtige werkjes. Die ook weer handgemaakt zijn. Nou, zoals ik al vertelde, sta ik hier ook met een kraampje. Nou, dat zal ik even aan jullie laten zien. Dan zien jullie misschien een hele mooie Podenco erbij staan. Maar dat is niet mijn Cooper. Maar het is wel een plaatje. Kijken of we hem dichterbij krijgen. Dag Missy. Hi. Dag knapperd. Nee hoor. Nee, maar deze die... Ik ga gewoon eens even kijken. En kijken of het echt niet alleen gekroond zijn. We zijn nu op het grote veld uitgekomen en op dit veld kunnen de honden vrij spelen. Je ziet ook dat er echt lekker veel hondjes zijn. Het is warm weer, dus er wordt niet heel veel gerend. Helemaal achterin is een zwembadje. In dit veld komt in de toekomst een soort van speur- en spelletjesveld. Inmiddels ben ik terug op mijn werkplek waar ik al mijn producten maak. Ik heb me even opgefrist, want het was vandaag echt een hele warme dag.
Het was een geweldige dag. Het was een succesvolle opening. Ik vond het heerlijk dat ik erbij was. Toch nog even een kritische noot. Als ik kijk naar de speeltuin. Ik heb zelf twee windhonden. Die kunnen ontzettend hoog springen. Er zijn nog wel dingetjes die verbetering vragen. Zoals bijvoorbeeld een aantal hekken die gerestaureerd moet worden. En het toegangshek wat vrij laag is. Waar mijn honden bijvoorbeeld heel makkelijk overheen kunnen. Maar ik vind het een hele mooie plek. Ik denk dat er vele leuke ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Dus ga alsjeblieft met je hond er zelf heen. Desnoods leid je hem nog even aan en ontdek het zelf. Wat jullie misschien ook is opgevallen is dat ik hier en daar nog een beetje rommelig ben met het camerawerk. Ik had hier en daar wat settingen verwisseld. Maar daar ga ik absoluut verbeteringen in brengen. Wat ook nieuw is dat ik vanaf nu een YouTube kanaal heb. Dus als jullie willen kan je je abonneren op mijn kanaal. En dan blijf je eigenlijk op de hoogte van alle avonturen die er nog aankomen. Dus abonneer je en dan zie ik jullie de volgende keer. En bedankt voor het kijken.